Samantha Gadraj, nieuwe deken van de Orde van Advocaten. Eerste steenlegging voor de bouw van de politieunit Kommewijnen. En meer kinderen sterven wereldwijd door gebrek aan veilig drinkwater. Van harte goedenavond, het is zaterdag 23 maart 2019, de STVS met het journaal. Samantha Gadraj is de nieuwe deken van de Orde van Advocaten. Tijdens de bestuursverkiezing van de Surinaamse Orde van Advocaten die vandaag is gehouden, werd zij met 75 stemmen gekozen. Haar tegenkandidaat voor het voorzitterschap, Benito Piek, die bleef steken op 71 stemmen. De verkiezing is eerder op de dag gehouden in Theater Uniek. De andere bestuursleden die vandaag ook zijn gekozen zijn Glenn van der Sam, Serena Esset, Merwin Dubois, Chandravati Algu, Sima Dulam en Aline Ramnarayan. In enkele dagen tijd zijn er 3 kortgedingen ingediend die te maken hebben gehad met de verkiezing. Zo had de kortgedingrechter bepaald dat Harish Monorat zich niet meer verkiesbaar mocht stellen voor een derde termijn als deken van de Orde van Advocaten. Er komt een gebouw voor de verkeersunit in het district Kommewijnen. Deze zal komen te staan aan de voet van de Schulweiden-Bosbrug aan de Oost-West-verbinding. Het initiatief komt van Joyo Bedrijvengroep, die met haar ondernemingen zelf ook actief is in het district Kommewijnen. Suparmin Joyo Besari van Joyo Bedrijvengroep geeft aan waarom het door zijn bedrijf veel waarde wordt gehecht aan het hebben van een gebouw voor de verkeersunit in het district. Er is zeker meer dan 300 tot 500 auto's elke dag over deze brug. Dan kan je zien van hoeveel mensen nog steeds gebruik maken om naar Paramaribo te gaan. Maar zwaar materieel gaat ook over deze brug. En laatstleden, dat is vorig jaar, is er een maatregel gekomen dat zwaar materieel zonder politiebegeleiding niet over de brug mag. En de regel is gekomen, maar je zag het zelf. De politie zit hier gewoon in de felle zon om het werk te doen. En ik had gedacht van nee, je kan de mensen niet dingen. Gewoon zo laten zitten. Ja? Gewoon zo laten zitten, omdat het belangrijk is dat de mensen een onderdakje moeten krijgen. Paramaribo is er een container daar, maar hier hebben we voorgesteld om toch een gebouw op te zetten. En dat heb ik gedaan ten bate van het district en vooral voor het regio Oost. DC Ajay Kumar Kali van het district Kommewijnen is zeer ingenomen met dit initiatief. Dat wordt genomen door Joyo Bedrijvengroep. Hij ziet het als een goed voorbeeld van burgerparticipatie binnen zijn district om een gebouw neer te zetten voor de verkeersunit in Kommewijnen. Dat betekent weer een stukje ontwikkeling. Komt, in het bijzonder voor de politie. Er wordt een gebouw opgezet, bestemd speciaal voor het verkeersunit van het district Kommewijnen. Maar zoals de hoofdinspecteur heeft beaamd of voorgehouden, dat het voor de regio Oost is. Dat betekent dat de controle over de Oost-West-verbinding vanaf hier tot Albina kan plaatsvinden. En dat de mensen, vooral de weggebruikers, ook nog een stukje veiliger gevoel hebben als ze de motorbrigade op de weg zien en hier als men voor de brug is, dat er iets gebeurt, men altijd hulp kan vragen of de politie staat garant om de hulp aan te bieden. De Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, is bezig de noodmaatregelen te treffen voor de continuïteit van het onderwijsproces te Godoholo. In een persbericht van het provinciaal bestuur van de EBGS wordt betreurd dat het schoolgebouw te Godoholo is ingestort. Dit is gebeurd te midden van het proces waarbij de gemeente middelen aan het verzamelen was om het in verval geraakte schoolgebouw te renoveren. De leiding van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, is via hun werkarm Stichting Onderwijs der EBGS steeds in contact met de plaatselijke schoolleiding en de plaatselijke autoriteiten. Inmiddels heeft de EBGS middelen ontvangen, zodat het leerproces dat nu wordt gestagneerd zich wederom kan vervolgen. Uiterlijk 26 maart zal de EBGS in overleg treden met de plaatselijke gemeenschap om een tussentijdse oplossing te vinden om het onderwijsproces zo snel als mogelijk te continueren. Wees geen leerkracht, maar een onderwijzer.
de boodschap die in de hal van de Politie Academy werd meegegeven aan de leerkrachten van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs. Het RKBO organiseerde gisteren in samenwerking met de Katholieke Onderwijzersbond een motivatiedag voor deze groep onderwijsgevenden. Bernice Baron, voorzitter van de KOB, legt uit wat het belang is van deze dag. Enkele van ze zijn niet echt gemotiveerd om voor de klas te staan. Hoe kunnen wij een bijdrage leveren om onze leerkrachten te motiveren om toch hun werk met liefde en geduld te kunnen doen? En die werkgever heeft meteen gezegd van, gaat u aan de slag. Heeft u iemand? Ik zeg, we hebben eerst voorgesprekken gehad en we hebben al iemand die we zover kunnen krijgen om dat te kunnen doen vandaag. Tijdens de verschillende presentaties zijn richtlijnen gegeven hoe de leerkracht kan omgaan met uitdagende situaties op school. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam was de houding van de onderwijzer naar de leerlingen en ouders toe. Regina Abia, onderwijsmanager van het RKBO, gaat in op het belang van dit onderwerp. We zaten een dag aan tafel, het RKBO en de KOB, want we willen dan een samenwerking aangaan. We kregen veel problemen zoals verzuim, leerkrachten die wegtrekken enzovoort. En daarover moesten wij ons buigen. En toen kwamen wij op het idee om een Teacher Empowerment Day te organiseren. Zodat wij de leerkrachten motiveren om toch hun werk naar behoren te doen. Ze doen het al, maar meer gemotiveerd. Bernice Baron, voorzitter van KOB, zegt dat door de jaren heen het beeld dat men heeft over onderwijzers veel is veranderd. Ook wanneer het gaat om de status van de leerkrachten. Je moet weten hoe je met het kind omgaat, maar jij weet als leerkracht op dat moment wat het beste is voor het kind. Ik ben tegenslaan, ik ben tegenschelden. Er zijn andere tools die wij hebben meegekregen om met het kind om te gaan. En dat moeten leerkrachten wel weten. Die dingen moeten ze toepassen. En als ze dat toepassen, dat kind mag nog zo'n een ongewenst gedrag vertonen. Jij moet weten hoe je met dat kind omgaat. Dat wil ik onze leerkrachten meegeven vandaag. De stichting 1 voor 12 viert vandaag haar 14-jarig bestaan. De stichting heeft besloten geen feest te vieren, maar gaf alleenstaande moeders de gelegenheid hun eigen onderneming te starten. Louis Vismalen, directeur Stichting 1 voor 12, vertelt meer over dit project. Moeders een push te geven, een stimulans te geven door middel van het startende moeders om alles voor ze te kopen dat ze nodig hebben om een kleine onderneming te beginnen. Met name moeders die ijsjes willen maken, hebben diepvriezers voor ze gekocht. Moeders die rotjes willen maken, hebben alles voor ze gekocht wat nodig is. Het zij gasbom, het zij een al anything. Moeders die een inheemse dingen willen maken, hebben we alle tools voor ze gekocht. Daarnaast hebben wij moeders die mamjes vervaardigen, hebben wij daar ook voor ze gekocht. Anderen die brood willen maken, broodbeleg willen verkopen, stimuleren wij. Kortom hebben wij een investering van dichtbij 40.000 SRD gedaan. Dat komt allemaal uit inzameling en onze sponsor Parbo Bier hebben wij dit allemaal kunnen bewerkstelligen. Met dit initiatief wil men moeders de kracht geven om zelf ondernemend te worden. Dit project wordt uitgevoerd met donaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken, DC Mike Nerkust en de Surinaamse Brouwerij NV. Zelf heeft de stichting ook een eigen bijdrage gedaan uit de verkoop van broden van de 1 voor 12 bakkerij. Minister Mike Noor Salim vertelt waarom dit project verder zou moeten worden ondersteund. Op de eerste plaats hebben wij ten aanzien van het ondernemer zelf geen taakstelling op ons als ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat wij wel hebben, is dat stukje van bureau genderaangelegenheden, waar wij ook beleid helpen maken om te komen tot gendergelijkheid. En ook op dat gebied ondernemerschap is het zo dat vrouwen even goede en dezelfde kansen moeten hebben als mannen. We hebben gezien dat in heel wat sectoren van de ondernemerschap zij het ook heel goed doen. Er zijn genoeg voorbeelden van vrouwen die het goed doen. En
de regering in het breedste zin des woord zal dat ondersteunen. Omdat wij een ondeelbaar regeerteam zijn. En sowieso is het beleid van het ministerie van Handel en Industrie. Die moet zorgen ervoor dat de randvoorwaarden aanwezig zijn. DC Mike Nerkus geeft ook zijn ondersteuning aan dit project. Vooral daar het gaat om het stimuleren van het ondernemerschap bij vrouwen. Vanuit het commissariaat Paramaribo Noordoost zijn er nog meer plannen om ondernemers te ondersteunen. En dit soort projecten zijn heel mooie projecten en zijn toe te juichen. Daarom gaan wij ook vanuit het commissariaat worden ook een geste gedaan. Toch? Om de mensen dan een vergunning te geven en een plek aan te wijzen waar zij kunnen staan om hun product aan de man te brengen. Zodat zij op een waardige wijze aan hun geld kunnen komen. En om hun en hun gezin te verzorgen. En dit soort projecten zijn toe te juichen. En we hopen dat meer mensen Stichting Eva 12 steunen. Of meer mensen toch, ook zulke initiatieven ondernemen. Toch echt om de mensen die het nodig hebben te ondersteunen en te helpen. Ik vind het een heel goed idee. Ja, dat er vandaag zo iets gehouden wordt. En ik vind ook dat het heel goed is voor alle moeders. Dus ik ben begonnen, dus omdat ik heb dit genomen als een bijbaantje van me, om sappen te verkopen. Dus om beter ook uit te komen in het dagelijkse leven. Ik ben begonnen met rotis. Ja, later wil ik weer beginnen met rotbara's, flori, chana. En die dingen daar wil ik ook beginnen. Ja, vandaag heb ik pas met roti's, roti dogs heb ik vandaag en roti kip heb ik vandaag. Dus dit is voor vandaag. Maar weet je, wat deze man doet voor mensen? Me looking op televisie om me lazy. Me placeer, I'm a boy, I'm a DC. Maar ze gaat ook je wang, van deze man, dan bij deze man taken, wang cabeza, fujepisma. Stichting 1 voor 12 heeft vandaag aan 7 alleenstaande vrouwen die ondersteuning gegeven om een eigen onderneming te starten. De organisaties Friends of Green Suriname, Stichting Suresuur en Conservation International Suriname zijn vandaag gestart met een clean-up actie te Abrabroki. Volgens Glenn Ramjan zal er in de toekomst harder gewerkt worden om Suriname schoon te krijgen. We zijn de betrokkenheid, want we gaan natuurlijk niet schoonmaken voor om het schoongemaakt moet worden. Maar dat mensen een beetje bewust raken van het moet schoon blijven. De buurtbewoners betrekken we zoveel mogelijk erbij. Dat ze ook meehelpen. Waarbij ze ook de betrokkenheid krijgen van we moeten dit niet meer gaan vervuilen. Suriname is ook niet achter als het gaat om de Trash Tag Challenge die wereldwijd wordt uitgevoerd. Deze challenge moet ervoor zorgen dat er netjes wordt omgegaan met huisvuil. Maar ook dat er beter wordt omgegaan met het milieu. Bij de clean-up van Abrabroki participeerden jongeren actief aan de schoonmaak van hun omgeving. De Van het Hogerhuis, Calcutta, Kankantri en de Slangenhoutstraat zijn aangedaan bij deze schoonmaak. Ik ben niet alleen hier, ik ben hier met de groep Ibigi. Het is een jongerenorganisatie en we zijn bezig met bepaalde groepen, buurten in Suriname. En omdat Abrabroki een van de buurten is, een van de 5 buurten waarmee we ons bezig zullen houden. Met jongeren hebben we ervoor gekozen om mee te doen. Ik heb opgemerkt dat er vooral op de hoeken heel veel vuil is. En het gaat nog wel, maar op de hoeken vooral hebben we toch wel meer werk. Dit project wordt om de 2 maanden in verschillende woonwijken uitgevoerd. Tot zover het Nationaal Nieuws. Een hele fijne zaterdagavond verder. Dag.